On va commencer avec ça. Les deux lignes. Het verhaal gaat over. Het begint met het feest van Jai Kati. Jai betekent moeder en Kati is dus kniertje, zeg maar. En Rede Bos gaat dat. In Bos heet hij, dus een Nederlandse versie. Heeft dat feest georganiseerd, maar eigenlijk is hij bezig om haar twee oudste zonen mee te krijgen op zee. In Heijermans verhaal moesten jonge jongens in rotte boten de zee op om voor rijke reders te vissen. Vele kwamen niet terug. 100 jaar later is dit het geval in Senegal. Mannen en kinderen worden geronseld om voor een schijntje de zee leeg te vissen voor Europese reders. In hun eigen gammele bootjes. Ze kunnen er nauwelijks een boterham van eten, terwijl de tussenbazen er rijk van worden. Ik ken een persoon, maar hij zegt dat hij een bon intermédiaire is. Hij heeft 4 maisons. Dat is waar. Maar je moet eerst weten dat in Senegal. C'est la pêche qui est le premier ressort économique. Mais paradoxalement, ceux qui travaillent dans la pêche, ils sont pauvres. Ils habitent à 25 ou 30 dans une maison. Moi, je suis né là-bas. Je suis né dans un quartier de Guetendar, de pêcheurs. Il n'y a pas de sécurité. Ils n'ont pas de compte en banque. Ils arrivent à trouver du poisson dans la mer et de ne pas en manger. Hebben we veel gevangen, schipper? Kantje of 50, denk ik, jongen. Gaan we nu naar huis? Misschien. 100 jaar geleden heeft Herman Heijmans dit stuk geschreven. Herman Heijmans was een enorme bevlogen man. En die was zich heel erg bewust van de wereld om zich heen. En naar aanleiding van dit stuk is toen 100 jaar geleden de Nederlandse visserijwet aangepast. On a joué dans toutes les villes où il y a de la mer. Ils comprenaient que c'est ça c'est leur vie. Et que c'est pas bien. On en a fait des pièces comme ça avec les cultivateurs. Ça commence à changer chez les cultivateurs. Ils ont même un député, alors qu'il n'y a pas de député de pêcheur. Een gedeputeerde voor visserij heeft alleen maar zin als de Europese Unie een handje meehelpt. De EU betaalt namelijk de Senegalese regering om daar de zeeën te mogen bevissen. Maar dat geld komt niet bij de vissers terecht. Les gouvernants européens vont faire une pression sur nos gouvernants. Et alors ils vont changer de tactique, ils vont changer de position. Et c'est pourquoi c'est que cette pièce-là est intéressante. Jin mo jafé ñay xalla ay mabor wanane ya.